Hoi, ik ben Jill en ik skate. Ik ben Jeffrey en ik doe BMX. Ik ben Ninant en ik mountainbike. Ik ben Kik en ik handbal. Mijn naam is Elvira en ik schaats. En we zijn in Zwanenburg. Nou kijk, dit was een wielerclub die hier gevestigd is, de Bataaf. En er kwam een handbalclub bij. Dit is een polyvalent sportcomplex geworden. En door de aanleg van dit nieuwe handbalveld kan er dus ook gehandbald worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een schitterend veld. We komen op een bedrag van 45.384,43 euro. Wij zijn ontzettend blij als bestuur van het Schipholfonds dat we dit hebben mogen bijdragen. Dit veld gaat in hoofdzaak voor handbal gebruikt worden. Daarnaast is het wel zo dat we in de winterdag door het onder te laten lopen. En dan hopen we het als schaatsbaan te kunnen gebruiken. Nou, ik denk dat het dag heel bijzonder is omdat zoveel verenigingen nu bij elkaar gekoppeld zijn en hun sport kunnen doen. En het samen zijn met elkaar. Het plezier hebben in het sporten. 1, 2, 3. Nou, de grote Olympiër Matthijs Bugli, die in Rio de Janeiro zilver heeft gewonnen, die komt van deze vereniging. Ik heb altijd gefietst bij de Bataaf. Sinds ik jong was en ja, super mooi dat ik hier met die mensen dit weer kan vieren. Dat is niet zozeer de intentie van het Schipholfonds om Olympische kampioenen te kweken. Wij willen gewoon dat mensen bewegen, aan sport doen. Dat is voor ons al goed genoeg. En als er een Bugli tussen zit, heel mooi. Zonder deze donatie had dit niet allemaal verwezenlijk kunnen worden.